Ook in de transportsector wordt er volop verduurzaamd. Groen stadstransport moet de binnensteden ontlasten. Maar waar kun je hierbij aan denken? Van Stalen de Vries Transport is een gespecialiseerd transportbedrijf en een koploper op het gebied van groen stadstransport. Bij groene stadstransport kun je denken aan het combineren van stromen om zo efficiënt mogelijk eigenlijk het stadshart te bereiken. En dan natuurlijk voorzien ook van een voertuig wat daarvoor geschikt is. En hierbij wordt dan voornamelijk gedacht aan elektrische voertuigen. En daarmee behaal je natuurlijk een zero-emissie distributie in de stadskern. Bij de aanschaf van elektrische voertuigen dient er als eerste natuurlijk gekeken te worden waar wordt het voertuig voor ingezet. Wat is de transportbehoefte en welke types kunnen daaraan voldoen. Daarnaast dient er ook gekeken te worden naar een stuk actieradius. Dat in combinatie met het transportvraagstuk wat opgelost dient te worden. En natuurlijk als laatste wordt er gekeken naar de business case, die gezien de huidige brandstofprijzen natuurlijk steeds interessanter wordt. Wat een goede ontwikkeling is voor het elektrische transport in haar geheel. Op het gebied van wagenpark zullen we een verandering zien, zeg maar, waarin je steeds meer toegesneden voertuigen ziet voor het type transport. Al dan niet voorzien van alternatieve brandstoffen of bijvoorbeeld elektrisch voor de binnensteden. Voornamelijk de uitdaging voor de industrie om goed te kijken naar wat is de behoefte op dit moment. En vooral voor de komende jaren waar het naartoe gaat en daar de voertuigkeuzes op af te stemmen. Verduurzamen doe je samen. BP is een mobiliteitspartner van verschillende bedrijven en helpt hen bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Hoe dit er in de praktijk uitziet, horen wij van Erik Zwaan. Hij vertelt als eerste wat de trends zijn in de binnenstedelijke distributie. De trends die je ziet binnen de binnenstedelijke distributie zijn met name het feit dat het steeds groener moet. Dat kan men op twee manieren realiseren. Met name door meer samen te werken met elkaar en te zorgen dat één vrachtwagen de stad ingaat voor meerdere bestellingen af te leveren. Het tweede wat men doet is door met energiecellen die anders zijn dan nu, daarbij kan men denken aan elektrificatie, HVO of waterstof, om te zorgen dat het in de toekomst groen wordt vervoerd. Energiebedrijven kunnen voor transportbedrijven deze energiemarkt toegankelijk maken door het bouwen van bijvoorbeeld van energiehubs, waarbij we moeten denken aan laadpleinen, aan HVO-tankinstallaties of waterstofinstallaties in de toekomst. Hierdoor kan men als transportbedrijf meerdere keuzes hebben wat betreft de energiecel. Op de langere termijn zal het voor de korte afstand met name op elektrificatie zijn en voor de langere afstand zal daar waterstof voor worden gebruikt. Van de mobiliteitspartner wordt verwacht dat hij met ons meedenkt om naar de toekomst toe groen transport te regelen. En is het elektriciteit of waterstof? En dat is gewoon belangrijk dat ze daarin met ons meedenken. De verwachtingen voor de toekomst qua duurzaamheid is samen met de leverancier te kijken van überhaupt kunnen ze zorgen voor genoeg stroom. Het aantal oplaadpunten, want dat is op dit moment schrikbarend tekort. En welke tijden kunnen we opladen en hoe kunnen we daar economisch het beste mee omgaan? Zo hopen wij dat het transport betaalbaar wordt. Een goede samenwerking met elkaar is transparant zijn, is openheid geven van zaken. Want het is door de gigantische snelle ontwikkelingen wat er vandaag de dag gebeurt, is het heel goed dat je het samen met elkaar doorneemt. Dan kan je gezamenlijk naar een groene toekomst.